Serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Watch Dogs. Sorry dat hij zo laat is, maar ik ben serieus al anderhalf uur bezig met deze hele kleine submissie. Het is de missie genaamd Bende Schuilplaats ofzo. Je hebt een gebiedje met een heleboel boeven erin. Er zijn twee specifieke boeven en die moet je neerslaan met je gummiknuppel. De rest mag je in principe doodschieten. En het gaat iedere keer mis. Waarom? Ik word gespot. Door de gunshots wordt de politie gebeld en dan moet je heel snel handelen en dan gaat alles helemaal mis. Als ik onder tijddruk word gezet van, hey Rick, over een paar minuten is de politie hier, ik zou hem even snel wat doen. Dan gaat het helemaal mis bij mij. We zijn in ieder geval nu in verboden terrein. En wat je moet doen is niet gevonden worden. En dan kun je het beste doen door gewoon iedereen neer te slaan. Eén voor één. En dan denk je, hey, dat is redelijk makkelijk. Nee, we zitten een sniper op het dak. Het zou zoveel chiller zijn als ik een silenced weapon heb. Die pik daar? Ja, zie je hem? Ik ook. Dat is echt een klootzak namelijk. Organiseert kinderfeestjes. Oké, ik ga even afleiden met Q. Zo. Yo, B, het is uit de klauwen gegierd. Ik heb zuur nodig om de lijken op te lossen. Dat heeft niks met kinderfeestjes te maken. Kinderlijkjes. Organiseert kinderfeestjes. Rustig, ik kan het wel oplossen. Oké, die mag ik even pakken in ieder geval. We gaan even onze dekking zo. Wacht, ik ben bijna bij hem trouwens. Moeten we oppassen. Fuck, sla hem neer en hopen dat niemand je ziet. Er staat iemand heel dichtbij. Oké, cool. Hier is nog een rood mannetje. En die is redelijk dichtbij. Zie je dat? Waar is hij op de kaart? Oh, hij zit daar ergens achter. We kunnen in ieder geval over de camera kijken en dan kunnen we een beetje rondkijken. Er zijn dus twee mensen, namelijk voor alle mensen hier, die hebben doel. Oh, fuck, er komt iemand aan. Fucking, waar is hij? Oh, hier. Hey, leuk dat je je vrienden niet hebt geïnformeerd. Ik bedoel, criminelen weten het toch wel. Oh, ik heb een doelwit geneutraliseerd. Oftewel, een van de twee gasten die ik moest doodmaken hier. Als je lijken ziet liggen, dan loop je er niet heen. Dan zeg je eerst, hey, andere medeboeven, mededelingetje. Ik heb een lijkje gevonden. Ik weet niet of we er wat mee willen doen. Maar ik dacht, weet je, nooit als groot is altijd mis. Ik kan versterking oproepen, dat is niet zo mooi. Maar, dat kun je laten ontploffen. Dus dat heb je een kwestie van tijd. Is recent getest op SOA's. Oké, dan ga ik je SOA-test binnen laten scoren. Wie heb je verdomme geneukt? Dit is wel grappig. Janice? Niemand! Oh ja, waarom belt de dokter dan om te zeggen dat je HIV-positief bent? Je moet begrijpen dat ik dat dan als goed is ben, toch? Ja, want ik ben een afleiding. Kom nu naar het ziekenhuis. Lol, sukkel. Iedereen weet dat je pas een paar jaar later na de seks nog HIV kan krijgen, gast. Dat weet iedereen. Dat doe je echt niet zo snel. Dus Janice, je man heeft waarschijnlijk een paar jaar geleden iemand geneukt. En daarom is hij helemaal in de war. Dat is echt zo. HIV kun je echt pas... kan pas echt heel veel jaar later optreden. Tenminste, dat je het kan vinden met symptomen en zo. Heler van gestolen auto's. Dat is niet aardig. Die kan ik ook afleiden. Superleuk. In ieder geval, we gaan redelijk goed. Ik heb al een van de twee gasten gevonden in ieder geval. Uitbarstingtje. Zal je er dood van gaan? Nee, maar het zag er wel grappig uit. Kan versterking oproepen. Doe maar even terug naar die andere camera. Meneer Sniper, als u nou gewoon even naar dit kleine kastje wil lopen, dan doen we alsof het een ongelukje is. Ik weet dat je het wil. I know you want me. I know you want ya. Uno, one, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro. Pam, pam, hee. En badam, bam, pam, pam, ho. En badam, bam, pam, pam, hee. En bam, bam, pam, pam, ah. Oké, dan lopen we naar het kastje toe. Kom op. Ja. Na 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 dode man. Lopen we in mijn scherm. Kom op. Hey, je bent dood en je valt van dingen af. Dit is ook de enige keer dat je zal afvallen in je leven, dikzak. Haha, goed grapje. De grap van vandaag. Oh fuck, nee, niet. Zie me niet. Goed zo. Hoe, dat scheelde echt vet weinig. Dat scheelde super duper weinig. En hij heeft een vriendje meegenomen. Dit is kut. Nee, please. Kom op, please. Ik moet weg hier. Fuck, cool. Nice, oké. Okay, ze komen wel met z'n tweeën, maar ik ben ze wel kwijt. Weet je, ik kan er best één neerslaan, maar niet als een vriend erbij staat. Kan niet even de twee even afleiden of zo met een leuk sms'je. Ik kan hier aandacht mee trekken. Heb ik wel allebei hun aandachtjes getrokken, maar ik moest toch wat? Oké, ik heb er nu... Ja, oké. Deze gasten moet ik even scheiden. Ik kan niet twee mensen tegelijk pakken zonder silenced weapon, jongens. Kom op. Oh, ze gaan straks in mijn zoon nog even de dekking pakken. Ik moet zeggen, die dekkingen pakken werkt best lekker momenteel in deze game. Oké, eentje staat de hoek om. Ik zou die ander kunnen pakken, maar de afstand is momenteel nog een beetje groot. Nu wordt het al beter. Maar er staat nog een irritant stuk ding tussen. Kom maar gewoon wat dichterbij, kom op. We zijn vrienden. Oké, nu zijn ze weer samen. Verdomme. Verdurie. Oh, er komen nog meer mensen aan. Weet je, dit is gewoon gezelligheid. Ik word niet eens boos. Het is gewoon gezellig. Als jullie maar niet mijn kant op komen. Dan pak ik even die andere camera, ja. Eén van deze gasten is nog steeds mijn doelwit. Oh, deze man kan je laten ontploffen. Dat is wel interessant. Hopen dat die vent naast hem niet het doelwit is, want als ze allebei ontploffen heb ik een probleem. In ieder geval, oh, ik gooi een doelwit naar iemand anders. Woe!
Wat? Triple kill? Los. Ik heb gelold. Triple kill is niet mis. Hey, de ziekte van Parkinson. Ja, maar het probleem is nog steeds. Wie is mijn andere doelwit? Er moet hier ergens een doelwit zijn. Tussen deze gemene boefbende. En jou kan ik iedere keer niet zien. Ik denk dat jij het bent. Kan versterking oproepen. Ja, die moet even dood. Als je versterking oproept, moet je sowieso dood. Dat is gewoon de vuistregel, man. Ik wil jou ook scannen. Jij bent een interessant persoontje, maar dat mag niet van het spel. Nou. Even jou hacken. Gewoon voor de los. Ik hoef je telefoongesprek helemaal niet. Kom op, loop nou even mijn beeld, please. Kan ik hem eindelijk pakken? Ja. Doel, ik wist het wel. Hij is mijn andere doelwit. Oké, ik stel gewoon voor om langs de rest te sneaken momenteel. Gaat vaak naar naaktstranden. Woo! Naakt. We hebben zoveel leuke eigenschappen gevonden in deze video. Niet eens meer normaal. In ieder geval, er zijn er maar een paar mensen. Wat super chill is. Oké, daar is er nog eentje in ieder geval. Hij is redelijk alleen, dus als hij even deze kant op komt, ik kan een aandacht trekken hiermee. Hopen dat die andere twee gasten niet komen en hij wel. Hij loopt niet juist weg. Moet ik daar nou mee? Nou ja, dan ga ik ook gewoon zijn kant op met dekkingen, toch? Geen probleem. Ik weet hoe dekkingen werken en ik gluip wel langzaam zijn kantje op. Dat is geen probleem. Ik ben alleen bang dat die gasten van onder me nu gaan zien. Precies dat dus! Oké, ik kan er wel eentje afleiden. Eventjes afleiden dan maar. Ik probeer een auto te verpatsen. Oké dan. Merk, modelkleur. Oh, hij verkoopt auto's of zo. Oh ja, want hij is zeker de persoon die illegaal auto's handelt. Ja, oké, ik snap hem. Heb het lijken wel uitgehaald. Je hebt een lijkwagen gestolen. Kijk, dit is toch een fantastische heks, hè. Dit is een legendarische heks. Wat voor persoon? Stilt een lijkwagen. Ik bedoel, het heeft wel wat. Verzamelt flessen doppen. Dat is ook gewoon cool, weet je. Iedereen, dit Watch Dogs leert mij dat diep van binnen iedereen cool is op zijn eigen manier. Fuck, hij gaat me zien. Fucking diarree! Nou, dan moet het maar zo. Mensen gaan nu de politie bellen, dat is redelijk kut. Ze moeten heel snel handelen. Zie je, daar komt de eerste persoon al die de politie belt. Nou, even deze fan neerslaan. Ja, oké, cool. We hebben het gehaald. Nu moet ik heel snel weg uit dit gebied, anders dan kon de politie me pakken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Missie volbracht! Oh, nice! Dit is me eindelijk gelukt! Je wil niet weten hoe gelukkig ik nu ben. Het valt namelijk best wel mee. Laat even een vaardigheidspunt uitgeven. Ik heb geen idee waarom. Ik wissel nooit van wapen, dus waarom zou ik dat doen? Dat is ongeveer het enige dat ik kan kopen momenteel. Oftewel, ik moet echt een keer verder met... Op minder schade bij een botsing. Weet je, waarom ook niet? Ik koop het gewoon. We gaan nu eindelijk verder met de storyline! Yay! Houd van koken. Nou, dan hou ik van jou, persoon. Oh nee, een paardje in galop. Hoe kan dit? Oh, ik hack iedereen. Illuminati. Wat is dit? Spelen. Wizzen. Nee, even geen tijd voor. The show must go on. Een fixercontract. Nee, geen contract. Tijdens mijn opnames. Wat was die man's eigenschap? Ik lag iets grap. Wil ongewenst haar weg laten halen. Oké. Dan ga ik even de kaart pakken. En dan doen we zo van, hey, daar moet ik heen. Ik ben nu hier. Hey, hoe kom ik daar dan? Nou, met de fiets? Nee, Watch Dogs heeft geen fietsen. Dat is echt, waarom heeft Watch Dogs geen fietsen? Ik bedoel, GTA, toen de motherfucking San Andreas had al fietsen. Welke open world game heeft niet eens... Oh, fuck, maar even mijn trucje toepassen hoor. Super geheime truc. Hey, papzak, doe dat thuis ook. Nee, stop. Ik rij je gewoon zachtjes aan. Je bent niet dood, toch? Goed zo. Oh nee, rij er... Nee, kut, dat is mijn vrouw. Dat is mijn echtgenote. Dat is Lucinda. Rij er niet aan. Dankjewel. Ik doe... Als iemand Lucinda aanrijdt, dan ben ik het wel. Nee, echt waar. Het is gewoon zo. Dat is het trucje. Dat heb ik jullie geleerd, mijn lieve kijkers. Als mensen de politie bellen, moet je doen alsof je ze aanrijdt. En dan gewoon niet doodrijden. Dat is leuk. Dat is gewoon hobby's. Woo! Hey, een bruggehecht. Ik ben sexy. Dat is gewoon hoe je sexy wordt. Is een man sexy? Nou, heeft hij een bruggehecht of niet dan? Ja, wel een bruggehecht. Ja, een sexy man. Sexy man. Knip. Zo doen ze dat op YouTube. Zeg maar, de rest van de video was gigantisch kut. Ik kreeg zo'n berichtje van, oeh, misdaad waargenomen in het gebied, wil je erheen? Toen dacht ik van, hey, ja, misdaad waargenomen, dat is wel aardig toch? Heb ik je zo'n misdaadje doen, daar heb ik er al vet veel van gedaan, nog een paar, heb ik ze allemaal. Vet leuk, en toen gebeurde het. Ten eerste lukte het niet, je kan zeg maar de tijd vertragen, zo met control. Wat super handig is, als je dus zo'n moment hebt dat één persoon de ander neer wil schieten, dat je net goed ingrijpt. Alleen ik greep te vroeg in, dus ten eerste had ik het niet gehaald. Waardoor we gewoon kostbare tijd kwijt waren in de video. En ten tweede gewoon dus de politie achter me aan voor de rest van de video. Dus ik knip gewoon en dan doen we de video iets nuttiger. Want ik wil de video toch zo leuk mogelijk maken om te kijken. En deze missie is fantastisch. Want als ik naar mijn hackscherm ga, staat bij bijna de helft van de dingen
Speel, verbreed je horizon. Nee, terug. Ik wil het laten zien. Ik wil het laten zien. Jullie hebben dit al meerdere keren gezien, maar toch wil ik het even laten zien. Dit zijn de missies. Nee, dat wil ik niet. Ik wil naar de skill tree. Hier, de vaardighedenschema. Ja. Doe je hacken. En dan, oh, ik wil graag helikopters uitschakelen. Oh, dat is vet awesome. Je kan gewoon helikopters hacken. Wow, dat wil ik. En dan, nou, verbreed je horizon. Om de tweede upgrade laag vrij te spelen. Oftewel, speel die fucking missie die hier is. En gaan we het nu doen. Hoppakee, start die missie maar. Verbreed die horizon. Verbreed die horizon. Geen idee wat er gaat gebeuren, maar we hadden afgesproken met Bad Boy. Die belde me en die zei, hey, wil je chillen? Zei ik, yo, is cool, G. Dat is gewoon benieuwd. Oké. Gezellig. Oké, ga naar Bad Boy 17. Moet ik naar... Oh, ik moet gewoon daarin lopen. Hallo, Bad Boy 17. Oh, hij stuurt... Oh ja, ik snap het al. Bad Boy 17 zijn namelijk... Ik laat een spoor voor je achter. Dus je moet gewoon het spoor volgen van signaaltjes. En dan vind je Bad Boy 17. Wat? What the fuck, man? Zo gaat het ook altijd als ik mijn fans ontmoet. Hey, ben jij YOLO Boy 69? Rick, what the fuck? Wie de fuck is... Oh, Bad Boy 17 is een vrouwelijke punker. Fuck yeah. Ik wil graag YouTube titelmakers bedanken voor de spoiler hier al van. Titels als Bad Boy is een meisje, vraagteken. Fuck off! Met je spoilers in de titel. Ik wil deze game spelen. Hoe, wil je dat ik mijn abonnement opzeg of niet? Ik vind het vet slim. Als je Bad Boy 17 heet, verwacht niemand dat je meisje bent. Oeh, waarom ben je zo boos, Aiden? Dat is toch vet cool? Punky chick, Bad Boy is cool. Oh, dat mag. Ik heb wel iets voor je. Het is... Muppie Mol. Oh, het berichtje. Kijk. Mijn borsten. Oh nee, dat doen ze natuurlijk ook digitaal, weet je wel. Ik denk dat Sarah wat digitaal doet, die borsten. Ah, ik verbreed je horizon. Oeh, ze heeft een mobieltje. Nou, gewoon kapot maken en wegrennen. Oh, we krijgen nu een nieuwe app of zo, toch? Oh, daarom kunnen we natuurlijk al die nieuwe hacks. Is dat logisch? Nu krijg ik ook allemaal nieuwe hacks. En daarom moet je dus eerst die missie gedaan hebben. Kijk, nou snap ik de logica opeens. Ik ben Aiden Pierce. Ah, cool. Ik vind Bad Boy 17 een coole gast. Het is vooral leuk als je tegen andere oude mannen zegt, hey, ben jij Bad Boy 17? Dat is wel, ja, dat doet me denken aan mijn eigen leven. Dat vind ik wel tof. And you're exactly as I expected, Aiden. Nice. Anyhoer, was dat serieus de missie? Wauw, wat een matige missie. Gewoon een filmpje. Nieuwe vaardigheden ontgrendeld. Yay, we kunnen zoveel dingen kopen. Gelukkig heb ik nog 7 punten. Ik ga sowieso hacken kopen. Dat zijn de leukste dingen. Heb ik hier vijandige communicatie verstoren? Ik heb bijna nooit dat ze de politie bellen. Stoomleidingen. Houd het Q ingedrukt om stoomleidingen onder de grond over... Oh, dat is cool. Explosies overal. Jullie weten dat ik van explosies hou. Dat komt goed uit. Wegspijkers. Druk op Q als een blauw diamant knippert om voertuigen uit te schakelen. Dat is best cool. Dat is zeg maar eigenlijk... Oké. Dus wegspijkers gaat dus een paaltje naar beneden. En als je er overheen rijdt, dan zijn eigenlijk je hele banden verneukt. En misschien gaat de politie dat ook tegen je gebruiken. En dan is dat best fijn als je die kan gebruiken. Oh, vliegtuigje naar beneden halen. Oeh, verbeterd. Nou, ik vind, ja, weet je waarom niet, joh. Pats. Lekker, meteen allemaal punten uitgegeven. Dat ging snel. Weet je dat ook weer? Nou, wat is de volgende missie? Die is er natuurlijk meteen alweer. Oh, je gaat naar Bad Boy 17. Nee, dat is al gebeurd. Even dit al verluisteren. Oh, ze zijn nu ook meteen Clara Lily. Oké, bereik de kantoren van het CTOS-bestuur. Doen we! Een office tower. We need to find a way into the system.
you get me in, I get you his location. I can get into the building where they're most vulnerable. Check out where they take deliveries. Looks like underground, in the tunnel. I'll start there. Oké, wacht, ik ga vast even goud gebiedje zetten. En dan bike ik hier alvast even heen. En dan zie ik jullie de volgende aflevering weer. En dan gaan we lekker verder met Watch Dogs. Ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden. Want ik heb serieus meer dan 2 uur aan redactiewerk. Als in oefenen voor die missie die ik aan het begin van de video eigenlijk goed deed. De blijdschap die ik had toen het opeens lukte was gewoon echt pure oprechte blijdschap. Ik heb zoveel pijn geleden in mijn leven. Dat het gewoon echt goed voelt om te weten dat die pijn voorbij is. Dus ja, bedankt voor het kijken voor deze aflevering. Volgende aflevering meer. Kijk, hondjes. Wakka, 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 wakka. Wacht, ik ga wat proberen. Dit zijn de dingen. Niemand probeert dit omdat het gewoon veel te prachtig is. Oh, wacht. Nieuw trucje. Woehoe. Pop, dan rijd ik hierop. Oh, noem me een hacker. Ben je een hacker? Nee, maar ik kan wel een 360 en even een slaapje doen. Jongens, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Oh, ik ben ook echt... Wat gebeurt hier? Ik zie boeven, ik zie boeven. Jongens, bedankt voor het kijken voor deze aflevering. Vergeet de video niet te liken als je hem leuk vond. Tot de volgende aflevering. We gaan nog even het coole plaatje aanzetten. Wow, wow, wow. Bedankt voor het kijken. Geef de video een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Tot de volgende aflevering. Doei!